hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben vandaag mijn vlog iets later begonnen. Om met mijn camera gewoon in mijn auto was. Dus die moest ik even ophalen. Het was de bedoeling om in de ochtend te gaan sporten. Het is ons niet gelukt, want we hebben vandaag letterlijk 11 uur lang geslapen. Knock-out. Heel gezegd. Knock-out. En gisteren weer open mic gedaan. Nee, ze heeft gisteren weer open mic gedaan. Het ging wel beter dan eerst, hè? Ja, ging echt goed. Het ging nog beter dan eerst, dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Wat ik wou zeggen, en, we zijn nu onderweg naar Giuliano. Giuliano? Waarom klinkt het als een Arabier die een Italiaans restaurant heeft geopend? Ja, ik weet het niet. Ik had het vorige keer eens opgezocht op TripAdvisor, dus toen ben ik erheen gegaan. En ik vond het echt zo lekker dat ik nu Nessie weer er naartoe meeneem. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het wel lekker is. Straks bestelt hij net iets wat niet lekker is en dan zegt hij van... Wat heb jij besteld dan? Vorige keer had ik een steak tartare. Steak tartare. Dat was wel lekker man. Met truffel mayonaise en je krijgt een stokbrood erbij. Oh. Ga je die weer bestellen? Nee. Wat dan? Ik wil even kip of vis. Dus ik heb vandaag echt een superleuk outfit aan van Pretty Little Thing. Voor de verandering. Maar van Pretty Little Thing. En ik heb een pakketje van hun gekregen. En die ga ik even later in de vlog voor jullie unboxen. Maar ik heb echt heel leuke dingetjes gekregen. En het is echt een heel fijn pakje. Vooral de jogging vind ik echt, echt heel erg fijn. Maar ik laat jullie straks even de rest zien. Ik ben nog steeds zo blij met deze kitty. Love you, Ernest. I love you, hè. Je bent vandaag zo slaperig. Het is echt heel erg kut weer buiten. Hallo! Ik ben nu bij Giuliano. Ik heb kippendijtjes besteld. Ik heb een broodbeg gekregen, maar die ga ik niet eten. En een tomatensoep. En Nessim heeft mijn bestelling van de vorige keer steek dat daar. Wij zijn net thuis en Nessim zei net in de auto dat hij mijn platte hoofd helemaal zat was, hè Ness? Ja. Hij wil weer krullen gaan doen. Dus ik ga mijn best doen de komende tijd. Ik heb mijn boek binnen. Die ik gisteren heb besteld van Masha Beauty Gloss. En ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Ik ga vandaag even starten met lezen. En ik heb nog een notitieblok gekocht die binnen is. Mijn nieuwe notitieblok is echt cute. Maar ik heb totaal de verkeerde formaat besteld. Ik heb alweer een nieuwe besteld. Ik heb in de auto nog beloofd om een unboxing te doen van al mijn Pretty Little Thing items. Dat ga ik nu even doen. Als eerste wil ik jullie mijn outfit laten zien. Als eerst mijn outfit van vandaag. Truitje aan met van die knoopjes. Alle links komen trouwens hier onder deze video. Met een jogger. Een beetje donkergrijze kleur. Echt heel erg comfortabel. Ik heb van beide een maatje 10. Dat is volgens mij een 38. Maar ik heb voor alles eigenlijk een 10 besteld. Dus ga ik jullie even allemaal nu laten zien. Ik was echt laatst tijd heel erg gek op deze kleur. Ik weet niet echt hoe die heet. Maar ik vind het echt een heel mooi kleurtje. Zoals ik al zei, komen alle links van de volgende items dus in de beschrijving. Dus mocht je iets zoeken, dan staat het allemaal hieronder. Ik ga even beginnen met de jassen. Ik ben hier echt super blij mee. Ik heb namelijk zo'n blazer gescoord. Ja, je kunt het een beetje zien zo. Het is een leren blazer, bruin van kleur met gouden details. Het is een beetje oversized. En ik vind dat nu echt, echt helemaal mooi. Dit is de blazer. Even naar achteren zien jullie het helemaal. Dat is echt heel erg oversized. Bij haar hoort ook zo met gouden details. Ik kan wel snappen dat mensen kijken en denken van, oh mijn god, what the fuck. Hij is heel erg groot voor jou of zo. Maar dat was precies mijn bedoeling. En ik denk dat als je hier een tas bij draagt, zo'n mooie... bruine of zwarte of zo nude of zo, dat het echt helemaal outfit afmaakt. Ik hou hiervan. Next hebben we ook weer een oversized blazer. En dat is met ruitjes erop. Echt heel mooie kleur. Ik zocht precies naar zo'n blazer. Ik had al zoiets, maar dan niet oversized. Het was meer getailleerd, zeg maar. En deze is oversized. En deze vind ik heel erg mooi met gewoon heel veel... mooie sieraden, hakjes eronder, gewoon een nette outfit, maar dan wel lekker, oversized. Dus volgens mij heet dit een boyfriend blazer. Ook weer een maatje 10. Hij hoort zo oversized. En dan gewoon met een mooi tasje, mooie sieraden om, hakken eronder. En je outfit is gewoon perfect. Dan moet ik even van onder zien, zo zie je de kleuren wat beter. En hij is best wel lang bij mij, ik ben klein en hij is... aardig lang, dus je kan hem eigenlijk ook best wel als een
jurkje draag. Ik zou niet zomaar zo'n kort jurkje omdragen. Gewoon op die laarzen. Dan als derde. Ik weet niet wat ik heb met oversized blazers. Maar toen ik het bestelde was het in mijn hoofd gewoon helemaal perfect. Het is een oversized leren blazer. In het zwart dit keer. En ik heb ook echt gewoon zin om dit gewoon zwaar te rocken. Met mijn nieuwe tas. En gewoon laarzen eronder of hakken eronder. Ik heb hem aan. Ik vind het echt heel erg vet, jongens. Ik vind het echt heel erg vet. En zo van de andere kant. Zijn jullie trouwens van oversized blazers of houden jullie meer van getailleerd? Ik hou eigenlijk van beide. Een tijdje geleden hield ik wel echt gewoon van getailleerd. Maar nu wil ik gewoon lekker oversized. Mooi tasje erbij, make-up, haar. En dan is het gewoon echt een vette outfit. Oké, we zijn nu klaar met de oversized jasjes. Ik heb hier een truitje. Het is eigenlijk een crop truitje. Weer een beetje in dezelfde kleur als wat ik aan heb. Ik vind het echt een heel mooie kleur. En ik heb er een paar items van besteld. Zo, ik heb hem aan voor jullie. Hij zit echt super fijn. Zoals ik zei, zit hij hier wat strakker. En waarom ik deze dus heb uitgekozen. Dan zal denk je, what the fuck, wat is dit voor een trui? Maar je kan deze rest dus iets omlaag doen. Zo. En dan heb je een beetje dit idee. En dan vind ik het heel erg mooi als je bijvoorbeeld een lange ketting of zo aan hebt. En dat je dat gewoon zo open kan doen zo. Ja, zo vind ik het echt heel erg mooi. Dus vandaar dat ik deze heb besteld. Maar deze is echt heel erg fijn, jongens. Echt heel erg chill. En vooral dan met deze jogging eronder. Dan het volgende waar ik echt gewoon gek op ben. Ik heb een bodysuit besteld. In het leer. In de kleur, ja wat is het, een zandkleurtje, beige kleurtje. Ik vond deze echt zo mooi. Dat ik deze echt moest hebben. Maar ik heb deze in maat 8. Volgens mij was het 10 uitverkocht. Maar ik moest gewoon deze hebben. Dus ik dacht als het klein is, heb ik tenminste geprobeerd. Dan heb ik een beetje in hetzelfde kleur een jurk gekocht. Ik denk dat het een van mijn favorieten is. Het is deze jurk. Ik heb deze ook in maat 10 besteld. En deze is dus van de Petite collectie. Dus voor kleine vrouwen. En ik bestel meestal mijn rokken en mijn jurken en mijn broeken van de Petite collectie. En dat heb ik dus hier ook gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat staan. Waarschijnlijk zullen de mouwen ook veel mooier zijn bij mij dan de rest van de items die jullie hebben gezien. Want die zijn iets te groot. Gelukkig zijn de jassen een beetje oversized, dat het niet opvalt. Maar in principe zou het ook anders vallen als het van de Petite collectie was. Maar ik ga deze denk ik wel even passen voor jullie. Ik heb het jurkje aan. Hij is heel erg fijn. Hij is ook heel erg mooi. Alleen ik laat het even niet zien aan jullie hoe die van onderuit is. Omdat je er best wel veel doorheen kan zien. Dus ik raad aan om hier dan een korsetje of zo onder te doen. Zodat alles niet zo zichtbaar is. Want je ziet gewoon echt letterlijk zeg maar de vorm van mijn buik en van mijn billen en zo. Dus het is echt een heel mooi jurkje. Maar je moet hier wel echt een korset onder doen. Dan heb ik nog een jurk. In ongeveer dezelfde kleur. Iets anders. Is meer grauwig. Dit is de kleur mokka. En in maat 10 heb ik deze besteld. En ik vind het soort jurkjes gewoon echt heel erg mooi. En deze slanke mij vind ik ook altijd af door de stof. Zo, dit is het laatste jurkje. Hij zit echt heel erg mooi, moet ik zeggen. Je moet hier wel een andere BH onder doen. Want dat kan natuurlijk echt niet. Je moet er gewoon een strapless BH onder. Maar hij zit echt heel erg mooi. Als laatste heb ik ook nog een broek besteld. En het lijkt nu een beetje zwart, maar dat is die dus niet. Het is een beetje in dezelfde kleuren grijs wat ik hiervoor had laten zien. Ik heb de broek even aangedaan in combinatie met het truitje. Hij is mij echt vrij groot. Dus ik denk wel zeker dat ik een 8 moest hebben. En van de achterkant is die ook echt groot. Hij zit niet zo mooi op mij. Dus ik moest één maat kleiner hebben. Hij zit wel echt fijn. En hij rekt echt lekker mee. Maar hij is echt gewoon veel te groot. En qua lengte is die echt goed trouwens voor mij. Ik moest hier gewoon een maatje kleiner van hebben. Het is echt een heel mooie kleur. Nu kun je wel echt goed zien dat hij niet zwart is, maar meer grijs. Het is inmiddels al vet donker buiten. Het is ongeveer 7 uur. Ik mag nog steeds niet eten, want ik heb best wel laat geluncht. En er moet 5 uur tussen mijn eerste en tweede maaltijd zitten. En dan moet ik nog even wachten tot ik kan eten. Even kijken wat ik wil zeggen. Ik ga vandaag een stampot maken van zoete aardappel. Ik heb het laatst op Google gevonden. En ik ga het namaken. Ik had er echt heel veel zin in gekregen. Het is een stampot met prei en spruitjes en wortels. Dus ik ga er een beetje mijn eigen variant van maken. En dan laat ik jullie even zo zien hoe ik het ga maken. Ik ben net even naar de supermarkt geweest. En ik heb een beetje gezonde boodschapjes gedaan. Ik heb bio-olijven gekocht.
Ik heb lekker dadels gekocht. Bananen voor morgen, want dan wil ik een bananenpannenkoeken maken. Ik heb hutspotgroenten gehaald. En gember. Ik heb prei gehaald. Spruitjes en zoete aardappelen. Ik ga vandaag heel veel groenten eten. En ik ga het echt op mijn eigen manier maken. Want ik heb recept gezien en ik volg het eigenlijk nooit. Ik heb de zoete aardappelen geschild en gewassen. Ik vind dat echt zo mega irritant. Om zoete aardappelen te snijden. Dat ik echt zo'n joekel van een mes gebruik. Anders lukt het echt niet. Zo, nu gaan we de zoete aardappelen koken. Het duurt ongeveer 20 minuten. Spruitjes ook gewassen. Normaal gesproken moet je deze gewoon meekoken met de aardappelen. Maar ik bak ze, want dat vind ik gewoon veel lekkerder. En ik wil er ook prei bij doen. Lekker uitjes bakken met wortels. Ik heb chilipoeder eroverheen gedaan en zout. En als laatst prei erbij. En ik wil heel graag een salade maken, maar ik heb dus echt helemaal niks thuis. Ik heb alleen nog komkommer en tomaat. En ik heb net deze olijven gekocht. Ik ga gewoon daar een salade van maken met azijn erin. Nu gaan we even de spruiten koken. Zo, dit is mijn mini-salade. Ik heb eigenlijk nog wel mais thuis, maar dat mag ik helaas niet. Zo, 20 minuten later. Even testen of de zoete aardappel gaar is. Yes! Nog extra prei als laatst toevoegen. Wordt iets knapperiger. En dan de zoete aardappel. Ik doe het gewoon zo hoor. Grapje, dat gaat niet lukken. Dus we doen het zo. Zo, en dan hebben we dit. Het ruikt echt lekker. Ik ga even proeven of de zout zo goed is. Nou jongens, dit is het eindresultaat. Woe, het is echt warm mijn bord. Ik heb het net in de magnetron gedaan. Misschien kwam iets later dan gepland. Waardoor ik mijn eten weer moest opwarmen. Oh, lekker. Ik eet vandaag vega. En Nesim heeft er nog kip bij. En hij heeft over zijn stamppot nog mais. Wij zijn klaar met eten. Ik heb nog even een bakje gevuld voor Nessie. Hoe vond je het eten? Ik vond het heerlijk. Echt? Lekkere wintervoer. En mijn buik zit helemaal vol. Ik heb net lekker drijf aan Nessim gegeven. Waarom doe ik dit even? Hij heeft een French trui aan. Hij heeft een French tattoo. En hij kijkt naar Friends. Dit is wel echt heel extreem te zien. Chilling! Chilling met de bitches. Oh, lekker, lekker. Met de bitches? Wat? Annie, you and the kids. Ik heb even voor slapen gaan een theetje gemaakt met munt, gember en groene thee. En hier ga ik mijn magnesium in doen. Want die heb ik in een poedervorm. Zo, ik zit inmiddels lekker op de bank. Ik ben een beetje series aan het kijken. Ik heb mijn gezicht gewassen en toen heb ik het even ingevet met deze crème van Elemis. Vandaag dus. Dit ben ik gekregen van Starskin. En het is dus een eye cream. En ik heb eerlijk gezegd nog geen eye cream. Dus ik ben echt heel erg blij dat ze deze hebben toegestuurd. Het ziet er ook echt heel erg cute uit. Zo'n rode verpakking. En staat hierop dat het voor 57% uit cactus bestaat. Dus ik ben heel erg benieuwd. Die ga ik vandaag even uitproberen. Oh, ruikt heel fris. En met oogcreme weet ik dat je dus zo erop moet doen. En het niet moet uitsmeren. Maar echt gewoon in je huid moet tappen. Deze ga ik blijven gebruiken. Maakt mijn huid ook echt super zacht. Deze lipmasker. En ik vind de packaging van Starskin ook echt altijd super cute. Dit is ook lichtroze. Is volgens mij van dezelfde collectie. Ja, Pink Cactus. Die doe ik één keer per week of zo op mijn lippen. En dan merk ik gelijk wel de volgende dag op mijn lippen. Heel erg goed gehydrateerd zijn. Ik doe echt lekker veel op. Ik ga mijn vlog bij deze afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei!